Dit keer is er geen spreekwoord, maar dit keer is er een tekening. Dit is de tekening. Reacties? Het lijkt wel een foto. Meer. Het is een schilderij, hè? Het is een olieschilderij. Ja. Moeder zorgt voor het kind en het kind zorgt voor moeder bij ouderdom. Mooi. Ja. Wat zegt het jou, Mark? Wel, zorg voor degene die voor u gezorgd hebben. Moeder, vader staat er niet bij, maar ook hebben voor jou gezorgd en tracht voor hen te zorgen later ook als ze oud worden, als ze onbehulpzaam zijn en dat ze niets meer kunnen. Net zoals dat jij als je jong was niets meer kon, niets kon en afhankelijk waard van hen. Dus ja. Mooi, mooie tekening. Mooie foto. Ja. Ja. Had ik niet... Nee, daar had ik helemaal niet uit opgemaakt. Ja, wel mooi. Dat vind ik eigenlijk ook wel zo, ja. Maakt me wel wat los. Wat? Het maakt wel wat los, ja. Ja, maar het is wel mooi. Een mooie afbeelding. Ja. Het is een schilderij uit Thailand. En het symboliseert het idee in het boeddhisme van de Upekkari is het idee dat het heel zeldzaam en bijzonder is in de wereld om iemand te vinden die goed doet zonder iets terug te verwachten. Klinkt een beetje cynisch. Maar de Boeddha bedoelt niet zozeer dat het ondankbaarheid 's werelds loon is of zoiets. Maar meer dat het gewoon heel kostbaar is. Heel bijzonder. Heel de moeite waard om te koesteren. Upekkari betekent die eerst goed doen. Zonder dat ze wachten op de zekerheid of de garantie van een wedergunst. Zonder dat ze weten of de ander ooit iets terug zal doen voor hen. En de tweede, en de Boeddha die zei dat Upekkari en Kathavedis zijn de zeldzame en kostbare personen in de wereld. Kathavedi wil zeggen, oh sorry, Kathavedi is iemand die erkentelijk is en goed terugdoet. De Boeddha die zei, deze twee zijn heel kostbaar en zeldzaam in deze wereld. Met zeldzaam bedoelt hij waarschijnlijk kostbaar en moeite waard om te koesteren. En er zijn ook plaatsen waarop de Boeddha zegt dat dankbaarheid het kenmerk is van een goed mens. Een kenmerk of de aard van een goed mens. Dankbaarheid is heel belangrijk in het Thais boeddhisme. Dankbaarheid voor onze ouders is altijd een beetje een moeilijk onderwerp om aan te snijden. Het ligt heel gevoelig bij veel mensen. Niet iedereen's relatie met zijn of haar ouders is heel goed. En daarom is het moeilijk aan te snijden. Maar we kunnen wel erkennen dat er een heleboel is wat onze ouders voor ons hebben gedaan.
er is misschien ook wel heel veel rommel en heel veel moeilijke dingen die we aan onze ouders hebben overgehouden. Maar ook de goede dingen verdienen een plaats in onze herinnering. Ik heb zelf een vrij goede relatie met mijn moeder en een goede herinneringen aan haar. Met mijn vader is er wat meer afstand. Maar ook met hem probeer ik telkens weer opnieuw te beginnen. Hij heeft wat minder met het boeddhisme dan mijn moeder. En hij heeft mijn keuze om monnik te worden, heeft hij wel geaccepteerd, maar nooit echt heel erg gewaardeerd. Maar hij is een voormalig communist en hij is altijd een politieke onderzoeker geweest. Dus onze interessegebieden zijn vrij verschillend. Maar niettemin heb ik altijd geprobeerd het goede te herinneren. Er zijn zo vaak momenten geweest dat ik best wel een moeilijk kind was. En dat hij toch desondanks heel veel moeite heeft gedaan er voor mij te zijn. Of in ieder geval iets voor mij te betekenen. En dat probeer ik te herinneren. Er is ook een bekend filmpje en ik zal dat zo wel even op WhatsApp linken als iemand geïnteresseerd is. Van een Griekse man die zijn vaders goede kwaliteiten herinnert. We denken wel eens dat alleen omdat onze ouders heel veel voor ons als kind hebben gedaan, dat het zoveel voorkomt in de wereld dat moeders van hun kind houden. Of dat ouders van hun kinderen houden. Niettemin maakt dat het wel heel kostbaar. Maakt het heel kostbaar. Ook buiten de relatie van ouder en kind zie je eigenlijk zeer zeldzaam zulke dingen terug in de maatschappij. Ook in de moderne maatschappij is heel veel alles gebonden aan contracten, gunsten en wedergunsten. En het is heel zeldzaam dat iemand gewoon iets doet omdat het goed is, als een poepakari. Dus ook al zijn er heel veel moeders die van hun kinderen houden, en dat is ook wel een beetje de aard van de wereld, toch blijft het iets heel zeldzaams. Het is ergens anders in de maatschappij, behalve in de familie, niet of nauwelijks te vinden. En dat is iets wat de Boeddha heel veel heeft benadrukt. De Boeddha heeft ook gezegd dat als we onze ouders ons hele leven lang op onze rug zouden dragen, dat we nog niet de grote goede dingen die ze voor ons hebben gedaan, zouden kunnen terug hebben gegeven. Maar de Boeddha zei wel dat het mogelijk was om iets terug te doen voor je ouders. Namelijk door spiritueel iets te betekenen voor onze ouders. Kunnen onze ouders inspireren, voor zover ze dat nog niet zijn, op het morele en ook het wijze pad. En dat is natuurlijk niet zozeer dat ze boeddhist zouden moeten zijn, maar meer dat ze kiezen voor een leven van ethiek, vrijgevigheid en wijsheid. En die wijsheid komt natuurlijk van de innerlijke groei door meditatie en studie. Dus dat is wat in een notendop de Boeddha zegt over dankbaarheid,